Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 37 hier in Canada. Heb je die vorige video in Spanje gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht met het i'tje, klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode. We hebben een voorsprong van 22 punten naar Max Verstappen. Dus kijken of we dat ook in de vijfde ronde van het kampioenschap kunnen gaan verstevigen. Ik ben ook benieuwd wat Mika Hakkinen kan doen. Ik hoorde helaas geen punten in de grote prijs van Spanje. Als ik dat goed zeg. Maar goed, dat geeft allemaal niet zoveel. Want wij doen het tenminste gewoon wel goed. We hebben wel wat geld, maar ik denk niet dat we daar een faciliteit mee kunnen gaan upgraden. Wat er wel aankomt is weer een onderdeel van de betrouwbaarheid. We zijn gewoon flinke stappen aan het maken. En voor de rest ziet het er eigenlijk allemaal goed eruit. 3 races van de 4 races gewonnen. Helaas in Emilia-Romagna 5e. Dat is jammer. Maar goed, het geeft eigenlijk niet zoveel. En tot nu toe in elk seizoen dat we hebben deelgenomen, minstens een race gewonnen. Dus dat is goed om te zien. Spoelen de tijd wat door. Dat betekent dat Hakkinen het goed heeft gedaan. In de vorige race hadden we daarvoor gekozen dat hij daar aan zou deelnemen. En ja, dat is gewoon gelukt. Super van hem. Dan weer even de tijd eventjes doorspoelen. Kijken wat er nog binnenkomt van bijvoorbeeld de updates en het sponsorgeld wat er nog bij komt kijken. Veel updates in ieder geval op de auto gezet. Pirelli Hot Lap slaan wij zoals gewoonlijk over. Kunnen we even kijken wat er nog op de auto is gezet. Er komen nog 2 updates aan van de betrouwbaarheid. Goed om te zien. En volgens mij kunnen we helaas niks meer updaten. Dus dat betekent op naar de kwalificatie en kijken wat we daar kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en die verloopt in extreem natte omstandigheden. Op de intermediates gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen wij misschien naar de snelste tijd rijden? Advies is wel om zo lang mogelijk door te rijden op de inters. Mocht de baan droog worden, dan ja, staan wij erbij. Maar mocht het helaas niet droog worden of alleen maar erger worden, ja, dan zijn we de pineut, mochten wij geen goede ronde neerzetten. Interessant. Heel interessant. Ik kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. Het groen is sector 1 en 2. Max Verstappen laat de snelste tijd noteren met een 1.24.3. En wij komen tot een 1.24.6. Op 2/10 van Verstappen, een derde tijd op dit moment. We gaan er gewoon nog een keer een rondje laten noteren. Ongeveer 13 minuten op de klok als daar Sergeant ons in de weg rijdt. Voorvleugel beschadigd geraakt en we moeten naar binnen voor een nieuwe neus. Jammer, want we waren aan een verbetering bezig. Sergeant die daar ons heeft geblokkeerd. Volgens mij krijgt hij daar geen straf voor. Wonderbaarlijk gezien. Maar goed, geeft niks. Nog 4 minuten op de klok. Zijn we terug op de baan. Op P7 op dit moment. Hakkinen achter ons. Volgens mij staat de rest allemaal binnen. Op een Williams na dan. En wij gaan kijken of we ons nu wel kunnen verbeteren. Rijdt gelukkig niemand voor ons. Dus ja, daar hebben we profijt van. Gasly laat de snelste tijd noteren met nog ongeveer 3 minuten en 30 seconden op de klok. Gaan we daar een beetje te wijd. En moeten daar die bocht afsnijden. Daardoor laten wij paars in sector 2 noteren. Iedereen is weer nu naar buiten gegaan voor hun laatste ronde. En wij komen aan bij start-finish. En dan gaan we kijken ja, waar wij staan. En dat is de snelste tijd, jazeker, met een 1.21.324. Kunnen we kijken of we nog
gewoon ronde kunnen gaan pushen, jazeker. We hebben de ERS weer opengezet met groen in sector 1, paars in sector 2. Sainz laat ons daar mooi voorbij. Nog steeds de snelste tijd in handen op dit moment. En zijn 18e sneller gegaan. Jazeker, we kunnen nog een ronde gaan noteren. Dit wordt onze vierde ronde al in Q1. De regen is opgehouden, de baan is nu nog alleen maar nat. Dat komt heel gunstig uit voor ons. Met paars in sector 1 en 2, maar daar zit Häkkinen een beetje in de weg. We verremden daar ons en dat is de muur aangetikt. Tek en ook Gasly daar per ongeluk aan zijn wel bezig met een nog steeds een verbetering van ruim 17e. Nog steeds op de snelste tijd op dit moment. Vlag hangt over 4 seconden uit. Albon naar de snelste tijd. Daar gaan we te wijd en moeten die laatste bocht daar een beetje afsnijden. Krijgen er een waarschuwing voor. Op dit moment een derde tijd. We verliezen helaas de Delta. En we worden alsnog tweede. Goed gedaan in Q1. Zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. De regen is weggetrokken en de bewolking is ervoor in de plaats gekomen. Kijken of wij ook door kunnen komen met deze setje banden. Het zou mooi zijn, want dan besparen we een setje softbanden uit voor in de race. Daar helaas te wijd in de eerste bocht. Dat is jammer. We kunnen er dan voor gaan kiezen om nog een ronde te doen. Maar ik wil het eigenlijk graag bij één run houden. Met paars in sector 2 doen we goed. DRS geopend. De bewolking is er nog steeds. Blauwe lucht zit er wel aan de linkerkant van het beeldscherm. Sainz naar de snelste tijd. Bottas zit daar een beetje in de weg, maar kunnen hier wel een slipstream pakken van de Finn. En dat betekent dat wij de snelste tijd laten noteren met nergens paars. Toch nog een prima ronde. Geen regen voorspeld. En ik ben gewoon naar buiten gegaan, nog op die droge weerbanden in het derde kwalificatiedeel. Kijken of we ook naar de pole positions kunnen gaan toerijden. De bewolking is helemaal weggetrokken voor de blauwe lucht. Daar weer te wijd. Weer te wijd in de eerste bocht heeft ons wat tijd gekost. Moeten we dat vooral niet hebben in onze tweede run. Kom aan bij het einde van dus mijn eerste run in Q3. Russell voorlopig op pole position. Ocon op P6. DRS weer geopend. Kortere lijn nemen naar start-finish en dat betekent een tweede tijd op 67.000ste van Sainz. Geen regen voorspeld gelukkig. Einde van Q3 inmiddels benaderd. Genaderd eigenlijk. En kijken of we dit keer wel naar de pole position kunnen gaan toerijden. Sainz 67.000ste sneller. Dit keer laten wij geen tijd liggen in de eerste en tweede bocht. Jazeker, goed gedaan. Een klein beetje wielspin op de exit. Dat is jammer. Duiken ruim 3/10 onder onze eigen tijd met paars in sector 1, groen in sector 2. Nog ongeveer 3 minuten en 30 seconden op de klok. Daar gaan we helaas te wijd en is een volvleugel kapot gereden door ons. En dat betekent wel de pole position met een 1:10.7. Voorlopig. Prima ronde van ons. Maar Perez en Verstappen zijn sneller gegaan. Wij missen de pole op 51.000ste. Max mist hem op 24.000ste. Dus de top 3 zit binnen een seconde. Toch nog goed gedaan. Kijken wat we kunnen gaan doen bij de start van die beide Red Bulls. Kijken of we ze voorbij kunnen gaan. En dan is het op naar de race voor aflevering nummer 37. Daar gaan we dan. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. It is a 2.7-mile circuit. There's a top speed of just under 200 miles per hour. We have the DRS zones, 14 turns, tight corners, a narrow track, a knowledgeable, enthusiastic fan base, and one of the best stops on the Formula One calendar. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's Sergio Perez on pole today, and Max Verstappen lines up alongside.
Moving on to the rest of the grid, we have the Professor, Russell, Sainz, Oscar Piastri, Ocon, Hakkinen, Norris, Albon, Gasly, Stroll, Richard Vachon, Tsunoda, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Joe, De Vries, Leclerc, Sargeant, and Felipe Drugovich. And now, it's time to head down to the track. And joining me again for the race today, Natalie Pinker. Why don't we kick off by discussing Max Verstappen? Joined in the commentary box by Anthony Davidson, and they've got a new engine in the car. They're going to take a grid penalty as a result. It could mean a tough race. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten we dus meenemen in deze wedstrijd na de overwinning van de vorige race. Kijken of we dat ook kunnen gaan doen. Straat 3 is gewoon een nulstopper. Gaan dus gewoon blijven rijden op de intermediate zoals de strategie het bepaalt. En we zijn dan bij de formatieronde. Komen heel goed weg. Hebben de Verstappen per ongeluk ingehaald. Bij de start en Max laat ons niet weer op onze oude positie gaan. Dus dat betekent dat we nu even op de tweede positie rijden. Maar zometeen op de startgrid weer op P3 staan, want ja, dat is onze oorspronkelijke positie. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Kunnen wij die inters op temperatuur brengen? Daar zijn we in ieder geval al flink mee bezig. Daar helaas te wijd. Maar goed, krijgen we er gelukkig geen waarschuwing voor. Flink momentum corrigeren. En dan komen we aan bij onze startprocedure. Met Perez, ik wou eigenlijk zeggen de Red Bull op pole position. Perez op pole position. Max op P2. Wij zelf op P3. Russell op 4 en Sainz op 5. We komen heel erg goed in onze positie. Direct 0,1 meter ervan af. Dan gaan we gewoon even wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 37 van F1 23 My Team Carré Mode. Voor de grote prijs van Canada in de regen op die derde positie met Perez op pole position. Max op P2. Kijken wat we kunnen gaan doen voor 25 rondes lang racen in de regen. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Jazeker, hebben daar al de tractie. Max is daar gezien aan de binnenkant en hebben die binnenste lijn. Max geeft niet op en dat is een touché met de landgenoot op het rechte voorwiel. Max kan daar mooi aansluiten op P2. Wij kruisen daar achterlangs terug, hebben daar de betere tractie en zo pakken wij P2 definitief af van de landgenoot. Goed gedaan, op naar Sergio Perez voor de leiding in de race. Gat is al 17e, maar einde ronde nummer 1, begin ronde nummer 2 zijn we bij Perez benaderd. Genaderd eigenlijk voor de leiding. Kijken hier, proberen aan de binnenkant te zetten. Perez noteert snel de race ronde, maar wij zijn hier even bij aan de binnenkant. Hem laten uitrollen en zo pakken wij de leiding af in de tweede ronde van de race. Nog 23 rondes te gaan in de wedstrijd. Prima start tot nu toe in de grote prijs. Ik ben ook benieuwd waar Mika Hakkinen rijdt. Wij moeten nu wegrijden van de beide Red Bulls. Gat is 3/10. En wij laten paars in sector 1 noteren. Het regent niet echt op de baan. Het is gewoon een beetje nat op het circuit. Maar die regen wordt wel erger, heb ik volgens mij gehoord van de engineer. Ronde nummer 8 inmiddels. Als de regen erger is geworden. Flinke plassen rijden. Sorry, staan al. Of liggen al op de baan. Die rijden niet. En wij duiken dus naar binnen voor de full wets. Gaan de gok wagen. Kijken of iemand met mij mee kan komen de pitlane in. Perez. Benieuwd wat hij gaat doen, want Max is binnen. Perez rijdt door, volgens mij. Wij gaan naar de full wets. En komen terug, denk ik, op P2 achter Gasly. Jazeker, Gasly aan de leiding. Maar komt nu aan bij de eerste bocht. Wij hebben hier
ja, een kortere route naar die tweede bocht toe. En zo pakken wij Gasly weer terug via de buitenkant. Hebben daar de betere tractie door de voorwets. En zo pakken wij weer de leiding af. Red Bull heeft een dubbele pitstop gedaan. Perez terug op P4 op die voorwets. Is zometeen weer derde. Zit in ronde nummer 17 van de race. Nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. Verstappen en Perez 2 en 3. Sainz op P4, Russell 5. Hakkinen geen idee waar hij rijdt. Zit volgens mij klem achter Esteban Ocon in de Mercedes. Wij hebben ook de snelste race ronde in handen met een 1:22.517. Tot nu toe een dominant optreden. Het gat naar Verstappen is 16,7 seconden. Wordt denk ik alsmaar groter naarmate de race vordert. Wel rood in sector 1 en 2. Maar goed, dat geeft niks. Dat is logisch van de voorwets. De baan is ook gewoon hartstikke nat. Plassen staan al op het circuit. Gele vlag in sector 2. Daar is iets gebeurd met Verstappen. Rode vlag. Rode vlag is uitgezwaaid op dit circuit. Verstappen is uitgevallen. Ik denk daar is iets mee gebeurd met Perez volgens mij. Kijk wat er in de herhaling gebeurt. Max hier rijdend op P2. Aanremmen gaat goed. Hij verliest hem op de curb. Max verliest hem op de curb, staat hier stil en Perez raakt hem gewoon. Komt daar bijna op de auto van Max terecht. Verstappen wordt daar ook geraakt door Sainz. En het staat hier helemaal stil. Traffic jam op het circuit aan boord bij Perez. Die ziet hier zijn teammaat spinnen. Perez kan hem niet meer ontwijken en rijdt er hard tegenop. Hetzelfde geldt voor Sainz. Sainz knalt gewoon op de auto van Max. En daardoor wordt er een rode vlag gezwaaid door de opstopping die daar gaande is. Hij wordt bij de Spanjaard. Ja, en rem te laat is ook lastig met die voorwets. En daardoor is er een rode vlag op het circuit. Sessie is gestopt. Gaan we nu even de race-strategie bekijken. Volgens mij duiken we gewoon weer terug naar de Inters. Jazeker. Terug naar de Intermediates voor 7 ronden racen. En dan gaan we gewoon beginnen voor race start nummer 2 hier in Canada. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen weer goed weg. Jazeker, en behouden de leiding bij de herstart. Goed gedaan. Jazeker, Sainz en Perez knokken samen voor een plekje. Piastri knokt ook mee, maar daar al gelijk geel. Omdat daar denk ik Mika Hakkinen gaat uitvallen. Jazeker, het is weer raak voor mijn teammaat. Weer een uitvalbeurt voor de Finn. Volgens mij is het direct na de herstart dat de motor ermee ophoudt. We hebben een herhaling, jazeker, aan boord bij mijn teamgenoot. Vertrokken vanaf P7 in ronde nummer 19. Kwam gewoon neutraal weg, wordt daar een beetje opgehouden en daar is het dan gelijk gedaan. Schakelt op naar versnelling nummer 3 of 2 zelfs en de motor houdt ermee op. Of een onderdeel van de versnellingsbak. Dat is jammer. Dat is zeer jammer. Punten gaan verloren, maar goed, dat geeft niks. Want wij pakken een extra punt met de snelste raceronde. Max viel uit. Hakkinen viel uit. Toch nog goed gedaan. Want zo betekent dat wij, denk ik, geen puntenverlies leiden. Maar goed, wij winnen hier in Canada met de snelste raceronde punt. Hebben het hoofd koel gehouden in de regen. Goed gedaan. En is op naar de volgende wedstrijd. En ze hebben hung on to take a sublime victory here today. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, what a race. At the end of the day, it is all about raw pace. And our winner had it in spades today. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Thank you.
Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada met als snelste racepunt. Goed gedaan. Sainz naar P2, Perez op P3, Piastri 4, Russell 5, Ocon 6, Norris 7, Albon 8, Magnussen 9 en Gasly op P10. Twee uitvallers Verstappen en Hakkinen. En wij, ja, een flinke voorsprong. 48 punten naar Verstappen. Haas pakt zijn eerste punten van het seizoen. Dankzij Magnussen, dus dat hebben ze goed gedaan. Hakkinen nog steeds 9e. Er moet echt wat verbeteringen komen. Wil hij ook in de tweede seizoenshelft voor ons blijven rijden? Anders ben ik bang dat we op zoek moeten gaan naar een andere rijder. Maar goed, van onze kant is het gewoon een prima race. Dat betekent ook 5 tegenover 0. 30 tegenover 21. We hebben de rivaal met Verstappen gewonnen. Goed gedaan. De teamacclaim is ook gewoon hetzelfde gebleven. Dus dat is goed om te zien. Van alle doelende sponsoren dus behaald. 1,42 miljoen dollar erbij. Helaas heb ik geen geld binnengekregen. Hakkinen wel 60.000 dus ook erbij. In totaal op de bank 16,03 miljoen dollar. Dus dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Remote content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je de enkele reden van me mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.